Ik ben Kieke van Es, de linksback van het Nederlands elftal. En dit is mijn verhaal. Toen ik 5 jaar oud was, ben ik begonnen met voetballen bij Olympia 18 in Boksmeer. Ik ben begonnen met voetbal tussen de jongens. En omdat het voetbal echt voor jongens was, werd ik zelf eigenlijk ook een jongetje. En noemde ik mezelf Randy. Toen ik 10 jaar oud was, werd ik voor het eerst gescout voor de KNVB en dat was voor meisjes. Daarvoor ben ik gescout voor PSV en NEC, omdat ze dachten dat ik een jongetje was. Helaas was het alleen maar voor jongens bedoeld en ging het helaas niet door. Maar toen ik eindelijk 10 jaar was, werd ik dus gescout voor de KNVB en kon ik eindelijk met meiden gaan voetballen die ook de droom hadden om profvoetballer te worden. Toen ik 15 jaar oud was, was het mijn laatste jaar dat ik bij de jongens voetbalde in mijn geboortedorp. Toen ik 16 was, uiteindelijk ben ik naar de Eredivisie Vrouwen gegaan en ben ik voor het eerst voor een profclub gaan spelen in Nederland. En dat was uiteindelijk een droom die uitkwam. Toen ik 20 jaar oud was, maakte ik de overstap van VVV naar PSV. Een droom die voor me uitkwam. Een jaar eerder maakte ik mijn debuut op 19-jarige leeftijd in Oranje. Dus voor mij een heel mooi jaar met beide dromen die uitkwamen.